aan tafel gaan zitten, Lucas en Arthur Jussen. In 2009 zaten zij hier voor het eerst aan tafel. En nu dus voor de 11e keer. En dan ook nog in het Beethovenjaar. Want daar gaan we het zeker even over hebben. Jullie gaan alle pianoconcerten van Beethoven spelen. Om en om uiteraard, want het is niet voor vier handen geschreven. Ja, we gaan al een lange tijd terug. Ja, heel erg lang. Kun je de eerste keer nog herinneren? Ik denk 2010 of zo, 2009 zal het geweest zijn. Ik weet het ook niet meer. Het ging over Mozart, het ging over de oude studio, dat weet ik wel nog. Het was nog in de montagestudio. Ja. Daar hebben we 5 jaar gezeten en nu al dus 10 jaar hier. We hebben het op een rijtje gezet. Is leuk om even te kijken? Ja, heel leuk. Wij gaan luisteren naar Lucas en Arthur Jussen, nogmaals 16 en 12 jaar oud, op het punt de wereld te veroveren. Mozart is niet extreem virtuoos of technisch geschreven. Maar als je ouder wordt, ga je steeds meer nadenken. Wat moet ik er nou mee doen met die relatief weinige noten? Adriaan, we gaan even staan. Beide jongens hebben platina. Weet dat je nog groeien zal, groeien zal en groeien zal. Ja, het ontstond wel. Het was niet echt met opzet. Opeens zaten we daar zonder broek. Heb je brieven gelezen van Mozart? Hij wordt er ook vooral zo menselijk door. Meeste pianisten, ben je dan tot ridder geslagen en hoor je bij de eredivisie? We zijn op weg en we doen ons best en hopelijk komen we er ooit. Maar dat zijn we nog niet. Tja, dit zal de laatste keer zijn, denk ik, dat we elkaar hier aan deze tafel treffen. Ja, jammer. Wat? Jammer. Ja, dat is jammer, maar goed, dan alles komt een eind. Daar staan even twee vleugels, we gaan zeker muziek maken. Ik denk altijd, het is de laatste keer, zullen we iets aparts doen? Maar dat kan ik jazzmuzikanten vragen, ik kan het popmuzikanten vragen... ik kan klassieke muzikanten nooit zo vragen, hè? Nou ja, wij houden wel heel erg van jazzmuziek en ook van popmuziek. En het mooie daarvan is dat die mensen allemaal, die kunnen gewoon improviseren... en lekker wat doen. En ik zou dat ook altijd heel graag willen, maar ik ben er zo slecht in. Meen je dat? Dus ik doe het wel eens, alleen dat is echt binnen 4 muren waar niemand het hoort. Dus als ik dat dan live voor 1,5 miljoen mensen moet gaan doen, is wel leuk voor het... Leef gevaarlijk. En die moeten zeggen dat je het wel eens doet. Nee, we zijn er nu al bijna. Ja. We zijn er nu al bijna. Als jij nu zegt dat ik er zin in heb, gaan we zitten. Nee, ik doe het nooit. Nee. Is er niet, we hebben veel gebatteld. Dat vonden we een tijd lang, 2 seizoenen lang leuk. 2 drummers naast elkaar en dan kijken wie de beste is of zo. Een beetje spierballen rollen. Is dat bij piano niet te doen? Is dat niet, ook niet met klassieke muziek? Even een snelle Chopin, dan jij een snelle Chopin. Hup naar Beethoven, hup naar Mendelssohn. Ja. Ik heb zin in avontuur, ik heb zin in, ik weet niet. Het kan heel erg leuk zijn. Het is een bepaalde vorm van entertainment, maar ik denk eentje waar wij iets minder goed in zijn, op de een of andere manier. Ik dek mezelf een beetje. Pianoconcerten voor 2 piano's die we regelmatig spelen, waar dat af en toe heel erg in zit. Dat de een een loopje overneemt van de ander. Alleen Beethoven heeft helaas, hopelijk wordt er nog gevonden, maar geen pianoconcert geschreven voor 2 piano's. Nee, we gaan naar Beethoven, hoor. Maak je geen zorgen. Maar even toch nog even, iets als popmuziek bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als je zo virtuoos bent als jullie, je wordt 's ochtends wakker en je moet even de handen, dit moet even soepel worden. Dat kan met van alles en nog wat. Is het altijd meteen Chopin of iets anders of Bach? Nooit eventjes Beyoncé, Prince, Rolling Stones, Herman Brood? Nee, we zijn wel hele grote fans. We luisteren er ook heel erg graag naar, heel soms voor de lol. Onze opa is toevallig popzanger geweest van onze vaders kant. Die had als artiest de naam Jus Jussen heette die. Die heeft 2 of 3 kleine hitjes gehad. Kwam uit Vaals? Nee, heel klein hoor. Maar toevallig is onze oma, die is 80 geworden. En dit weekend doen we 3 van die nummertjes. Onze vader die zingt dan. En dan speel ik synthesizer en Arthur een beetje keyboard, Arthur een beetje piano. Dat hadden we moeten weten, hè? Ja. Te laat. Ja, vorige keer nemen we hem mee. Nee, oké, ik ga jullie niet langer plagen. De 5 pianoconcerten van Beethoven worden allemaal door jullie uitgevoerd, om en om uiteraard, met een goed orkest. Het is al reusachtig vaak gedaan. Dat geldt bijna voor alles wat jullie moeten spelen, of het nou Bach is of Beethoven. Je moet altijd zo'n berg beklimmen en vele gingen jullie voor. Hebben jullie hier een idee bij? Denk je, nou ja, natuurlijk, maar nu wij eventjes, de Jussenbroeders. Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, er zijn er zoveel die hebben het al zo goed gedaan. Dus we laten ons zeker ook inspireren door de grootte van deze aarde. We kennen ook alle opnames van de mensen naar wie we enorm opkijken. Alleen, als we daar straks op het podium zitten, dan moeten wij het toch alleen doen. En dan proberen we toch ook op ons eigen te vertrouwen. En te vertrouwen in wat we zelf kunnen brengen. En of we dan iets toevoegen, dat durf ik absoluut niet te zeggen. Ik hoop het wel. Uh-huh. Maar, is het moeilijk?
Ja, als je iets goed wil doen, is dat altijd moeilijk, denk ik. Je hebt het al eens tegen me gezegd, hoe minder noten, hoe moeilijker. Beethoven redelijk wat noten. Mm. Dus dat gaat wel, denk ik, of niet? Ja, het is, er staat wel druk op. Dit zijn toch, zoals je zegt, iedereen heeft het gedaan. En er zijn ook hele sterke meningen over. Ook, er zijn componisten, kijk, als wij Stockhausen gaan spelen... of, nou ja, of wat minder bekende componisten... Dan heb je ook puristen die heel erg weten hoe dat moet. En, maar bij Beethoven is het zo dat onze buurman ook, weet je wel... dan ga je vertellen dat je dat gaat doen. Zo, oh ja, ik luister ook wel eens Beethoven. Ja, ik vind die van Zimmerman heel mooi. Spelen jullie het ook een beetje zo? Ja, proberen we ongeveer. Ja. Ga, hey, als je me precies... Even ieder naar zijn eigen vleugel. Dan laat ik even een compilatie zien van de 5 concerten. Ja. Met steeds een andere soliste, onder andere João Pires, jullie lerares. Laten we even zien, dan weten we waar we het over hebben. Dit gaan jullie allemaal spelen. Dit waren de impressies. We hebben nog 2 minuten tot de quatre-mer. Dan zitten jullie weer naast elkaar. Dus we moeten even kiezen. We kunnen het begin... Ja. Dan kom ik bij jou, denk ik, Lucas. Het begin van het eerste pianoconcert. Ja. Wat trouwens grappig is, het heet het eerste pianoconcert... maar het is eigenlijk als tweede geschreven. Maar als eerste uitgegeven. Vandaar dat we dit als het eerste beschouwen. Maar je hoort hier nog heel erg Mozart in ook. Het heeft echt nog die naïviteit. En, nou, je hoort vanzelf. Dat lichte en dat transparante, dat komt echt nog van Mozart. Ja. En als je dan doorgaat, maar ik weet niet hoeveel tijd... Nee, we moeten eigenlijk naar de kat, want we eindigen lekker met z'n tweeën. Maar achter één vleugel, toch? Ja. Ja, dus dan wie loopt er naar wie? Dan loop ik wel naar Lucas. Oké. Okay. Want dit is ook Beethoven, uiteraard. Dit is ook Beethoven. Ja, alles alleen maar Beethoven. Ja, totaal Beethoven. Wat wordt het? Het wordt de laatste variatie gebaseerd op een thema van de Graaf von Waldstein. Ja, okay. Van Beethoven. Ja, graag.